Is het nou weer King Dedede? Ben je er nou weer? Huh? Wil de tiran-illusie vergeten, Dedede-fantoom? Yo, Nintendo-fans! Jullie zeggen de hele tijd dat ik hier naar King Dedede moet, omdat ik hier nog een vette upgrade kan doen. Dus ik luister naar jullie en ga dat doen. Doe jij ondertussen even dat duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren. Dan ga ik eens even kijken wat hij allemaal te zeggen heeft. Hallo, slapende Dedede. Oh, je wordt geholpen. Je wil gaan eens zelf praten. Kirby, lang niet gezien. Ik had dit al willen zeggen, maar nog bedankt voor het redden van koning Dedede. Trouwens, dit dorp leek hem goed te bevallen. Hij is aan het uitrusten om wat bij te komen. En we wilden hier nog iets geven. Een blauwdruk van koning Dedede. Een cadeau van de koning. Wat een eer. Nou, zeker. Dit zou zomaar heel handig kunnen zijn, omdat we de hamer nu nog krachtiger kunnen maken. Daar, de hamer. Heb ik nog genoeg sterretjes hiervoor? Ik denk het niet. Ik heb maar 2 sterretjes. Ik heb er 5 nodig. Ik kan het ook zonder die hamer. Hoop ik. Wij moeten het laatste stukje ziel gaan redden van koning Leon. En dat doen we hier. In de vergetozone. 51 stukjes. Let's go. Ja, ja, ja. Daar gaan we de dikke vulkaan in, jongen. Kijk ons gaan. Ja, lekker. Goed gevlogen, Kirby. Ja, we gaan niet op de snelweg. Nee, we gaan hier. Oh, is er hier al de eerste power-up? Ja, de wind power-up. Ziet er heftig uit, dit. We moeten hier naartoe en dan hier naartoe. En dan kunnen we hier even op dat platformpje chillen. Dan hebben we hier een stukje ziel. Ja, en oh, 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 vlieg, vlieg. Lekker. Dan gaan we zo. Let's go. Let's go. Misschien moet ik hier alle enemies slopen. Dan moet ik hem nog even kapot maken. En daar is er nog één. Die moet ook nog even kapot. Dit gaat fout. Kom maar, hier, lekker. Nee, ik hoefde dus niet alle enemies te slopen. Ik moet wel daar naartoe, naar links. Daar is het volgende stukje ziel. Die hebben we ook te pakken, nice. Oh shit, ik moet alleen even niet in de lava vallen. Dat is op zich niet zo handig. Hier een stukje ziel. En dan gaan we hier naar boven zweven. En daar gaan we. Pak hem. Ja, lekker. Oké, Kirby. Nice. 4 stukjes al in de pocket. Op zoek naar stukje nummer 5. Ja, het zou best wel eens kunnen dat we hier iets gaan missen trouwens. Zou er hier iets boven zitten? Wacht even. Ik denk het wel. Ik denk dat ik hier naartoe moet. En dan zo moet... Oh, auw. Zo moet zweven. Hier naartoe. Ja. Kijk, kistie. Lekker, wat zit er in de kistie? 3 stukjes ziel, ja hoor. Ja, ik had dit al zo snel door, maar... Oh, daar, rechts is er ook nog één. Zie je dat? Helemaal daar achterin. Dan moeten we even heen en weer. Dus, hier naartoe zweven. En weer terug. En dan hebben we alle stukjes hier in het eerste deel alweer te pakken. Dat lukte maar net. Lachen man, deze power-up. Oké, en toen. Ziet er ook alweer intens uit. Ik ga even deze ijskrachtloze pakken. Want, jullie zeiden trouwens ook dat deze ijskracht echt super sterk kan zijn. Dat je hiermee echt iedereen kan bevriezen. Dus ook de bazen. Dat vind ik eigenlijk best wel sick. Dus eigenlijk moeten we deze ook nog verder upgraden. Nou ja, ik heb helemaal niet die sterretjes meer, joh. Dat is een beetje jammer. Oké, daar ligt een stukje ziel. En hier is een boze vos. En die schoppen we even die kant op. Lekker. Oké, cool. Deze hebben we. Dit gaan we schieten. En dan. Oké, easy. Deze enemies lopen. Oh. Daar was een vuur Charizard, man. Willen wij die kracht? Ik denk het wel. Ik denk dat ik deze wil. Let's go. Oké, maar waar zijn alle stukjes ziel? Want ik kom letterlijk helemaal niks tegen. Het voelt niet goed. Het voelt alsof we een hele hoop aan het missen zijn op dit moment. Waar zijn de power-ups? Hier, slang. Kom maar. Jij hebt ook geen power of een stuk ziel. Niemand heeft hier een stuk ziel. Hier is een bom. Moeten we even laten ontploffen. En dan kunnen we hier naar boven. Ja, oké. Deze was lekker verstopt. Heel nice. Gaan we hier naartoe. Dan moeten we daar dus die 3 stukjes zien te pakken. Volgens mij moeten we dan een stukje doorlopen. En moeten we hierboven iets doen. Ja, kijk, hier kunnen we doorheen. Dat was namelijk ook al zo toen we dit level op de normale manier uitspeelden. Deze blokken moeten volgens mij kapot. En kunnen we dat doen als ik hier naartoe ga? Ja, kijk, top. Oké, dan vallen we hier naar beneden. En dan hebben we deze 3 stukjes ook. Ik ben zo benieuwd. Hier missen we sowieso wat. In dat hele eerste stuk heb ik niks gepakt. Dat kan toch niet? Kan haast niet waar zijn. Is hier beneden iets? Nee, ik zie hier beneden ook niks. Zal ik nu even de ijskracht weer pakken? Misschien is dat wel slim. Misschien is dat ook niet slim. Ik heb geen idee. We moeten in ieder geval even hier kijken. Dan hebben we hier een hotdog. Oh, hier is een stukje ziel. Hier beneden. Kijk, hier. Moeten we even pakken en weer naar boven. Ja, top. Gaan we toch weer voor de firepower. Want die staat hier als laatste. Dus ik denk dat we dan toch die misschien weer nodig hebben. Dan moet ik denk ik ook even hier naartoe. Hier staat de Meta Knight. Ook altijd cool. Hallo. Is natuurlijk geen Meta Knight, maar hij lijkt erop. Oh, geheimpieten pakken. Lekker. Vosjes lopen.
Ja, cool. Niet te verwarren met Yakult. Hier is een enemy. Hier zijn trouwens heel veel enemies die we kapot moeten maken. Maar ja, dat is helemaal geen probleem. Dit wapen is namelijk zwaar overpowered, zo te zien. Hotseflots. Die hebben we ook. Ja, en dan hebben we toch wat gemist. Waar hebben we wat gemist? Hier is een trappetje naar beneden. Oh! Oké, super sneaky. Dus hier bij die cel waar er drie stukjes ziel zitten, heb je ook een trappetje naar beneden. En daar zit het laatste stukje. Of nou ja, dat is dan voor mij nu het laatste stukje. En dan kunnen we nu rustig deze ster weer pakken. Oh, en dan zijn we bijna bij het einde van de Kirby-serie, jongens. Ik vind het toch wel jammer hoor, want ik vind dit echt super leuk. Wat een fijn gamepie is dit. Ik denk dat ik gewoon lekker hier naar boven moet. Eerst even deze bom kapot maken. Oh, dan daaronder. Oké, hieronder. Wow. Oké, dat ging super snel. Moet ik Bomberman hier pakken? Let's go, Bomberman. Ik pak jou, ja? Het lijkt me inderdaad best wel handig, ja. Om daar in die hoek iets kapot te maken misschien. Ja, daar zit een stukje in. Lekker. Even hem kapot maken. Daar in de hoek zit een stukje ziel. Het enige wat ik hoef te doen voor te doen is me gewoon mee te laten slepen. Cool. En gaan we even hier kijken. Zo, rustig aan. Even hierop staan. Oh, dat is een knop. Ah! Jeetje. Ik weet niet waarvoor ik die knop aanzette. Oké, we gaan even op deze knop. En dan? Dan gaat hij daar open. Maar die gaat dus heel snel weer weg. Heel snel gaat hij weer weg. Zou ik daar dan een bom op moeten gooien of zo? Ja, dat was hem. Je moet er een bom op gooien. Aha, heel sick. Leuk gedaan. Oké, kunnen we rustig doorlopen? Oh my gosh, bom op mijn hoofd bijna. Doe nou eens even normaal, jullie, joh. Niet zo boos tegen mij doen. Kirby! Ik vloog bijna weg. Oké, hier moeten we onderdoor. Maar dat kan ook wel. Ja, let's go. En dan gaan we hier naartoe. Yep, cool. Oké, kunnen we die kant op? We kunnen die kant op. Nice, hier naar boven, daar naar boven. Daarboven liggen nog drie. Gaan we de Charizard weer pakken? Heb ik alles hier? We hebben alles hier, top. Deze ging in één keer, lekker. We zijn op de helft. Nu krijgen we een baas. Ik ga toch voor Charizard kracht, jongens. Ik blijf dit toch te vet vinden. Ik blijf dit toch heel fijn vinden. Oh, het is de flots. Doei. Later. Oh, rustig. Even hem opeten en dan zo schieten. Daar ligt een sterretje nu. Oh, hier ligt gelijk nog een sterretje. Wat een sick idee. En naar jou ga ik vliegen, vriend. Hoppakee. Super cool. Dan gaan we hem pakken. Die gekke slang. Wat een sick idee. Ja, dit gaat hartstikke goed. Charizard vliegt gewoon de ring door, joh. Daar nog eentje. Daar nog eentje. En klaar. Lekker. Oké, nu moeten we ervoor zorgen dat we niks gaan missen. En dit wordt lastig. Dit wordt sowieso lastig. De achtbaan. De mondvol achtbaan. Heb ik er nou nog... Zag ik nou dat daar een stukje ziel aan de rechterkant zat? Jeetje, wat spannend. Links, midden, rechts. Let's go. Ja, deze pakken. Top. Kantelen. Auw. Dit pakken. Deze pakken. Oh, dit gaat best langzaam. Oké, dit gaat chill. Oh, ik had niet in de midden moeten zitten. Ja, links... Ja. Oh, rechts heb ik muntjes gemist. Ik heb nog meer muntjes gemist. Ah! Jeetje. Wat een stress. Go. Links. Lekker. Ik heb er één gemist, hè? Ik heb er één gemist. Oh nee, hier is de laatste. Lekker. Deze kunnen we pakken. Maar volgens mij heb ik van tevoren iets gemist. Als ik het nu niet allemaal heb, dan weet ik waar die zat. Ja, dit was vet gemeen. Deze was echt vet gemeen. Kijk, ik zag hem wel. Oh, huh? Hier toch? Ik dacht dat ik hier wat zag. Naast de arena. Hier in die toren, hè? Hé, zag ik die? Heb ik deze gezien? Nee, hè? Ik zag hier... Ik ben gek. Ik ben gek geworden. Hier ligt een muntje. En aan de andere kant dan? En aan deze kant dan? Niks. Ik ben zo confused, jongens. Oh my gosh. Ik ben belazerd. Want als je deze dus hebt gepakt... En deze drie stukjes ziel... Dan hoef je helemaal niet terug. Kijk, hier staat een verboden toegangbordje. Ja hoor. Ja hoor, en er staat hier nog een enemy. En hij heeft hem gewoon. Ik was zo overtuigd dat ik er één gemist had, hè. Maar we gaan weer door. En we zijn hier weer op een platform. Moet de water Kirby pakken. Lekker. There we go. Boss battle. Met water Kirby. Dit hadden wij al heel snel kapot kunnen maken, denk ik. Ik denk dat we dit al hadden kunnen fixen nu gewoon. Hot ziek idee. Easy. Lekker.
Hoppa. Dit ging echt veel te makkelijk. Pak het stukje maar hoor. Hoppa. Nog even hier dit weghalen. Oh nee, dit is een gat. Oh, daar moet ik in. Oh nee, daar moet ik... Dan moet ik in met die ring daar aan het einde. Ik dacht even dat ik er gewoon zo in kon springen. Maar nee. We moeten de ring pakken. Lord of the Rings. En dan gaan we hierin. Toch? Toch? Dit is toch... Hè? Moeten we dat vol met water spuwen dan? Zou dat het ding zijn? Waarom ligt hier dat gat? Oh! We moesten voller zijn. Aha! Oké. Oké, het is gelukt. Lekker. Die hadden we nodig. Goeie puzzel wel. Dan moeten we even windblazen op wilde bonkers. Dit gaat wel een stukje moeilijker, denk ik. Alhoewel, wat ga je doen? Oh, je gaat gewoon hard slaan. Wilde bonkers, wat probeerde jij? Wat probeerde jij, meneer? Oh, je gaat draaien? Hou eens op, joh. Hou eens op. Hou eens op. Ik had gewoon lekker door moeten blazen. Dan was het easy. Dan was het mega easy zelfs. Oké, we moeten daar naartoe. Hier overheen. Jump, jump, jump. Blaas. En jump. Lekker! Heel nice. Weer een stukje ziel. Konijntje kapot maken. Carrots eten. Lekker worteltjes. Nam, 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 nam. En we gaan door voor de blikjesautomaat. Schieten! Oké, die is al weg. Nu die andere nog. Ah, dit is veel te makkelijk, joh. Waarom is dit zo simpel? Ik sloop ze keihard. Geen enkel probleem. We hebben hier weer eentje gepakt. Dan moet ik waarschijnlijk mijn blikjesautomaat nog ergens gaan plaatsen. Laten we even kijken waar dat dan moet. Ik denk ergens halve... Oh, daar. Oh, ik moet er van boven inspringen, denk ik. Want dit red ik niet. Dan moet ik me laten vallen straks. Dus, nu... Wee! Ja hoor. Lekker. Zou dit het laatste stukje zijn? Nog niet. Oké. Okay. Er ligt hierboven nog een stukje ergens, denk ik dan. Zal ik de wind power-up eens even pakken? Of de bommen? We gaan voor de wind, denk ik. Let's go. Oké. Let's go. Wind power-uppie. Dikke doei. Nog wat vorstjes. Nog eentje over. Boom. Dikke doei. Nog wat vliegende chappies. Ah, dit is te doen. Dit is te doen. Dit is prima te doen. En dan? Oh, prikkelman. Ik vlieg er bijna af. Maar bijna is gelukkig niet helemaal. Yes. Nice. En toen kregen we het pionnetje. En wat? Bing! Pletten we deze gast. Krijg ik van jou ook nog een stukje ziel. 3 stukjes zelfs. Heerlijk. Dank u wel. Bye, dankie. En dat waren ze. Lekker. Oké. Nu gaan we weer naar de boss battle. Let's go. Ik ben benieuwd wie hier de baas is. Is het nou weer King Dedede? Is die nou helemaal gek geworden, joh? Ben je er nou weer? Huh? Wil de tiran illusie vergeten, Dedede fantoom? Oké, hij gaat... Oké, we hebben allebei... Hebben we nu zieke pa... Oh my god. Oh, wat doe je? Moet ik nu naar het midden? En dan moet ik je nu zo kapot maken dan. Oh, maar dit gaat bijna niet, joh. Dit gaat bijna niet. Auw. Ik kan hem nu wel in de lava raken. Dat is dan wel weer top. Oh, jongen. Jeetje, man. Eigenlijk moet ik nu... Moet ik hem nu raken met die sterretjes, want dat is veel sterker. Wat een gedoetje. Doe eens rustig, jongen. Doe nou even rustig, joh. Hier hebben we toch allemaal helemaal geen tijd voor. Waarom beland jij de hele tijd op mijn hoofd? Ik vind het een hele ongecontroleerde power-up. Ik vind het heel moeilijk met dit ding. Want ik ga alle kanten op, behalve de goede voor mijn gevoel. Ja, hij spoort niet hoor. Hij is helemaal ontspoord, deze gast. Gaan we het pijltje erbij neergooien? Ja, dan is het klaar, hè? Dan is het klaar nu, denk ik. Waar ben ik? Ik kan wel de sterren op hem schieten. Kijk, dit gaat erbij... Oh, ik moet gewoon sterren op hem schieten. Dat is het ding. Dat gaan we doen. Hij gaat nu van de buiten naar binnen doen. Cool, dan kan ik nu hier naartoe vliegen. En bij hem een sterretje pakken. En schieten. Oké, dat is 1. En nu gaat hij dit doen. Ja, dit is wel, denk ik, heel moeilijk te ontwijken voor mij. 2, 3. En dan gaat hij nog een keer springen, dacht ik. Oh, niet? Was dit het? Oh, geef me een ster. Cool, ik raak hem. Dan gaat hij nu springen. En nog een keer springen. En nog een keer. Oké. En dan schiet ik er weer. En dan schiet ik nog een keer. Oh, nu raakt hij me. Dat is jammer. Dat is jammer. Gekke actie. Gekke hameractie. Ik zie niks. Ik heb geen sterren, niks. Oké, sportief. Thanks dat je me een kans geeft. Oké, dit kan ik allemaal ontwijken. Ster op zijn bakken gooien. Cool. Gaat hij weer dit doen? Oh, weg. Oh, nee, verkeerde knop. Oké, 2 en 3. Ja.
Heb ik een ster hier? Gun mij. Ja, top. Oké, heb ik nog... Oeh, ik had bijna nog één. Hij gaat nu weer dit doen. Ja, dit is op zich wel te managen. Gewoon twee keer langs laten komen en dan een ster pakken. En die op zijn hoofd schieten en dan nog één op zijn hoofd schieten. Ja, zonder power-ups moet je dit doen, man. Dat is veel beter. Je moet hier gewoon de classic Kirby hebben. Veel beter. Ik kan misschien wel een hamer pakken nu. Misschien is een hamer wel oké. Nee, ik ga gewoon de classic Kirby doen. Let's go. Classic Kirby is veel sneller. Ja, cool. Oké. Oh, ik moet hier wel voor oppassen, denk ik. Ik raak hem. Ja, cool. Ja, ik heb hem één keer geraakt. Oké. Dit zijn die gekke vuurvolgdingen. Oh, en die eindigen in sterren. Dat moet ik even onthouden. Ik heb er één. Ik heb er nu nog één bij me. Kan hem nu, denk ik, raken. Ja, cool. Oké. Dit gaat lekker. Dan nu alles ontwijken. Ja, lekker. Misschien kan ik nog een vosje pakken. Nee, geen vosjes. Nope. Helaas, sterretjes. 1. Ja, oké. Hij is voor de helft down. Gaat hij weer die gekke springactie doen. 2, 3 en 4. En nog een keer. Ja, cool. Oeh, jammer dat ik in de lava ben gegaan. Heel jammer. Dat was jammer. Oké, grote komeet. Waar gaat hij? In de voorkant. Ja, dan hebben we een half platformpje over. Dat deed hij net ook in het begin. Dan gaat hij mij aanvallen. Ja. Oké. En dan laat hij wel wat sterretjes achter. Oh, wat is dit? Dit is nieuw. Ik moet wegrennen. Blijf rennen, Kirby. Lekker, jongen. Ik heb alleen geen sterretjes nu om te schieten. Oké. Vuurdingen. Ik heb nu een sterretje gepakt. Die kan ik op hem schieten. Misschien kan ik er gelijk nog één doen. Oh, de tweede ging mis. Dat is jammer. Maar ik heb er nog één. Die is raak. Ja, cool. Ik heb alleen gigantische jeuk aan mijn neus. Dat is een beetje balen. Ja, dan zetten we hem gewoon even op pauze. Let's go. Blijf rennen, Kirby. Blijf rennen. Lekker, jongen. Blijf rennen. Heel goed. Kan ik een sliding doen op zijn hoofd? Nee, dat kan niet. Dat is jammer. Lekker rennen, jongen. Oh, lekker springen, jongen. Oh, hij heeft me één keer geraakt nu. Ja. Hopelijk raakt hij me... Hij raakt me zelfs twee keer. En hij raakt me zelfs... Oeh, dit was heel slecht voor mij. Oh! Dit was een superschot! Ik schoot mijn ster door nog een ster. Of ik laadde hem op, want ik hield B ingedrukt en ik schoot zo hard. Is dat gewoon wat je moet doen? Misschien moet je het wel gewoon op die manier doen. Je schot opladen tot een superster of zo. En dan nog door een ster schieten. En dan heb je gewoon één gigantische knal waar je hem in één keer mee afmaakt. Dat was super sick. Ik wist niet eens dat dit kon, joh. Heel vet, heel vet. Ja, dat verdient een Kirby dans, hoor. Zeker weten. Lekker. En dan hebben we hier ook alle stukjes ziel gevonden, jongens. Oh, joh. Wat, dit wordt zo spannend. We gaan nu naar het allerlaatste stuk van Kirby. We hebben hem nu echt bijna uitgespeeld. We zijn van deze planeet af. Er komen 51 sterren bij. Of 51 zielen, moet ik zeggen. En we hebben ze alle 300. En daarmee hebben we alle fragmenten van Leon's ziel verzameld. Krijg een speciaal figuurtje. Ja, dat is altijd leuk. En wat is dat dan? Oh, deze is vet. Leon en Claudia bij elkaar. Deze twee heersten samen over het dierenrijk tot Leon IDF-86 vond. Daarna sprak hij plotseling een taal die Claudia niet verstond. Ze miauwt alleen. En bracht hij de beestenboel samen. Ze had nog steeds vertrouwen in hem, dus ze nam een nieuwe identiteit aan en bleef aan zijn zijde. Respect hoor, Claudia. En kijk eens wat hier gebeurt. Het licht gaat branden. Ja, ja. Lab Vergeto, daar kunnen we nu naartoe. We kunnen Leongar's aanwezigheid op isolatie-eiland voelen. Haast je om hem te helpen. En dat gaan we doen in de volgende, waarschijnlijk allerlaatste Kirby-video. Doe duimpje omhoog, vergeet niet te abonneren. Voor bijna iedere dag Nintendo-video's. En dan moeten we eens gaan verzinnen wat we hierna gaan doen als serie. Tot de volgende. Mazzel.